bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hele leuke video, want ik heb weer een Goodiebox unboxing zoals ik elke maand doe, één keer in de maand. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand zo'n prachtige box krijgt met allemaal beauty producten. Minimaal 5 en minimaal ter waarde van 65 euro en jij betaalt slechts 20 euro. Dus het is elke maand een soort van cadeautje op je deurmat. Super, super leuk. Elke maand ontvang ik ook de box en dan unbox ik het op mijn kanaal. Wat ik kan aanbrengen, breng ik ook gelijk aan en dan gaan we gewoon gezellig met z'n allen kijken wat er allemaal in de box zit en wat we ervan vinden. Als jij de box ook hebt, dan kunnen wij samen unboxen. Dat is extra leuk. En ik ben zoals altijd weer super, super benieuwd naar alle producten. Ben jij nou nog niet geabonneerd? Ik zet beneden een linkje in de beschrijving. Je kunt er gewoon op klikken en je kunt dan abonneren op de box. Het is slechts 20 euro in de maand en het is maandelijks opzegbaar. Dus als je iets hebt van, ik vind het toch niet meer zo leuk, je kunt het dan gewoon gelijk opzeggen en dat is er ook zo fijn aan. Je zit er niet helemaal gelijk aan vast. Oeh, het is weer warm, jongens. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, we hebben weer 5 producten. Dus ik ga ze allemaal laten zien en gebruiken wat ik kan gebruiken. Ik ga beginnen met het eerste product. En dat is een voetenscrub. Van Evoluderm heb ik de Smoothing Foot Scrub. Winkelwaarde is 7 euro en wij hebben full size. Ik hou van scrubs. Ik scrub altijd mijn hele gezicht. Ik scrub altijd mijn hele lichaam. En ik scrub altijd mijn voeten. Want ik vind het altijd belangrijk, vooral als vrouw zijnde, dat je voeten er gewoon goed uitzien. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Er staat ook op voor droge en beschadigde voeten. Ik heb niet echt per se beschadigde voeten, maar ik heb wel vrij droge voeten. Ik heb sowieso over het algemeen echt een droge huid. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Het is ook 125 ml full size. En hij is ook echt groot. Ik wil even de scrub zien. Het is gewoon zo wittig. Oeh, het is ook echt een goede scrub. Het scrubt echt goed. Ik ga ook zo mijn voeten er echt mee doen. Maar ik wilde alvast even een beetje soort van swatchen of zo. Is het swatchen? Wauw. Oké. Het ruikt ook echt heerlijk. Love it. De scrub voelt ook een beetje droog aan en dat vind ik fijn. Sommige voetscrubs zijn iets te nattig, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan wordt heel mijn voet zo nattig en dan als ik schoenen aandoe, dan glij ik steeds in mijn schoenen en zo. Dat is echt een probleem. First world problems, maar oké. Okay. Dus ik ben blij dat je ook een beetje goed aanvoelt. Er zit ook shea butter in en alles. Dus oh mijn god, ik ben hier heel enthousiast over. Ik ga deze zeker even proberen bij mijn voeten. Het volgende is een roller. Van Moshi Moshi Mind heb ik de Mind Roller Double Sided Jade Roller. Winkelwaarde 48 euro en wij hebben full size. Nou, ik denk dat een heleboel van ons al zo'n roller hebben. Ik heb er ook eentje in het roze van Makeup Revolution. Maar die is een stuk goedkoper dan deze. Deze is gewoon 48 euro. Er staat ook helemaal bij hoe je het moet gebruiken en dat soort dingen. Er staat ook echt bij, de Jade Roller van Moshi Moshi Mind is gemaakt van jade. Dat is een mineraal die je gezichtsspieren helpt verstrakken, je poriën verfijnt en nog veel meer positieve eigenschappen heeft. Een makkelijk ontspannend massagemoment. Gebruik hem elke dag 5 tot 10 minuten onder of over je serum of crème. Als je het over je huidverzorging aanbrengt, dan trekken die producten ook echt beter in. Ik gebruik het dus al zo eens. Oh, ik wil het niet gaan rollen op mijn make-up, want dat is niet echt heel erg goed. Die ik gebruik is ook een stuk kleiner, dus ik denk dat deze echt een stuk beter is ook. Deze ga ik zeker daarmee vangen. En ik gebruik hem altijd na mijn crème en dan rol ik het gewoon zo in. Er staat 5 tot 10 minuten rollen. Ja, jullie kunnen wel begrijpen dat ik niet 5 tot 10 minuten daar sta te rollen. Ik doe echt altijd maximaal 2 minuten of zo. Maar ik vind hem heel erg fijn. Deze kleine is zo heel fijn voor onder je ogen, zo op je wallen, om het een beetje te depuffen. Dus hier ben ik wel happy mee. Deze gaat echt mijn andere vervangen. Het volgende is een gezichtsmasker. Van Mask Me Up heb ik de Hemp Sheet Mask. Winkelwaarde 5 euro en we hebben full size. Dit is dus hemp sheet. Dit is dus een wietblaadje. Super apart met de cannabis sativa seed oil. Skin healing and regenerating, repairing and calming. Nou, dit heeft dus echt een heel opvoedend effect op je huid. Je moet hem opdoen. Je moet hem een kwartier tot 20 minuten laten. En dan alles wat nog op je gezicht zit gewoon insmeren. En dat is dan ideaal met deze rollen. Dus breng dit maskertje aan. Laat hem erop en dan haal je hem eraf. En al het product wat nog op je huid zit kun je dan zo inwerken met je roller. Super, super handig. I like it. Deze ga ik ook zeker eventjes proberen. Er staat ook op, hennepzaadolie staat bekend om zijn regenererende, regenerate,
ik kan het gewoon niet uitspreken. Dus dit zo samen is echt een hele goede combo. De kleuren matchen ook met elkaar, maar ik denk dat gewoon toevallig is. Het volgende is een body oil. Van Human Plus Kind heb ik de body oil winkelwaarde €20 en wij hebben full size. Ik heb al een keer in een box van Human Plus Kind een body crème gehad. Die crème was zo ontzettend fijn. Ik heb hem ook al helemaal opgemaakt. Het was ook full size, een best wel grote fles. En die heb ik helemaal opgemaakt. Het was echt een geweldige body lotion. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hun body oil. En er staat ook op dat het speciaal is samengesteld om de droge huid te hydrateren. Nou, zoals ik al net zei. Ik heb dus echt een droge huid. En het verjongt je huid. En oh mijn god, helemaal top. Er zit ook vitamine E in en dat soort dingen. Breng de olie aan na een douchebeurt. Of gebruik hem lekker als massageolie. Oeh, hij ruikt best wel lekker. Ik ga gewoon een beetje aanbrengen. Dit is de olie. Oh mijn god, het lekt helemaal. Ik breng het gewoon een beetje zo aan op mijn armen. Het ruikt echt heerlijk. Ik weet niet, het ruikt een beetje naar... Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ik kan nooit gewoon dingen goed beschrijven, jongens. Ja, ik denk dat het ideaal zou zijn ook als massageolie. I like it. Voelt echt heel fijn aan. Hier ben ik echt heel blij mee. En dan als laatste hebben we een spray. Van Koki Professional heb ik de Fix It Up Matte Setting Spray. Winkelwaarde €7. Dit is dus nou het enige make-up product in de box. Ik ben hier blij mee. Want van alle fixing sprays die ik heb, heb ik er maar eentje die mat is. Dat is de Kruidvat Matte Setting Spray. Maar die is bijna op. Dus ik had geen matte fixing sprays meer. Dus hier ben ik happy mee dan. Nou heb ik weer een matte fixing spray. Dit is alleen niet full size. Wij hebben 18 milliliter. En dit moet dus je gezicht mat maken. Dat gaan we even proberen. Ik heb expres nog niks op mijn gezicht gesprayed. De geur is niet echt top, maar hij sprayt wel fijn. Ook weer heel verfrissend. Ik ben heel benieuwd of hij ook echt mijn make-up mat gaat houden. Echt ideaal zo voor in de zomer. Wow, ik heb echt het idee dat het mijn gezicht matter heeft gemaakt ofzo. Oké, nou... Dat is top. Ik heb vooral hier zo het gevoel. Vooral hier is het echt heel mat. En hier ook. Oké, wow. Dat had echt nut. Oké, jongens. Dat was dan alles wat in de box zat. Superleuke producten weer. Nou gaan we even zien hoe duur alles zou zijn geweest. Als je gewoon alles individueel in de winkel had gekocht. En dan kunnen we zien wat voor winst we hebben gemaakt. Want je hebt slechts €20 betaald voor al deze producten. Ik ga beginnen met de Foot Scrub. Die hebben we full size €7. Dan komt de Jade Roller. Die hebben we ook full size €48. Het masker winkelwaarde €5, ook gewoon full size. De body oil hebben we ook full size, €20. En dan hebben we de matte fixing spray, die is €7. Maar wij hebben niet de full size. Maar ik kan dus niet vinden hoe groot dan de full size is. Dus weet je, ik denk dat ik gewoon in plaats €7, €5 ervan maak. Want anders vind ik het niet fair. Dan komen we uit op een bedrag van €85. Dus als je al deze producten individueel zou halen, zou je €85 betalen. Jij hebt slechts €20 betaald. Dus je hebt een winst van €60 winst. Dat is echt een heleboel. Ik moet wel zeggen dat alle producten in de box vandaag vrij betaalbaar waren. Het enige dure was echt de Jade Roller. Maar voor de rest was alles best wel betaalbaar. Nou mensen, dit was het dan weer voor vandaag. Wat vond je van de box? Laat me weten wat je ervan vond. Als je dus wilt abonneren, dat kan beneden in de beschrijving. Daar staat een linkje en je kunt dan snel en makkelijk abonneren. Ik vond het weer super leuk om te unboxen. Ik hou altijd van make-up producten. Dus ik vind het een beetje jammer dat we slechts één make-up product hebben gehad. Maar al met al was het gewoon weer echt een prima box. En zijn het echt weer producten die ik gewoon echt gebruik. Dus ik ben er alsnog heel erg blij mee. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!